We maken de overgang naar een nieuw jaar en deze 30-daagse verwachting staat dan ook volledig in het teken van januari 2023. Nou, de jaarwisseling verloopt extreem zacht, daar valt geen speld meer tussen te krijgen. Zien we ook op deze foto de oliebollen en de temperaturen in de dubbele cijfers. En dat is ook nog voor de eerste dagen van januari weggelegd. Maar hoe verloopt het weer in de weken die daarop volgen? Krijgt koude lucht vanuit Noord-Europa nog een kans of blijven we in die hele zachte luchtsoort? Als we dan eerst even naar de luchtdrukverdeling kijken tijdens de eerste week van januari, de weerkaart van het Europees weermodel, dan valt als eerste natuurlijk op die behoorlijk hoge luchtdrukafwijking boven het centrale en oostelijke deel van Europa. Daar maar liefst 10 tot 20 hectopascal boven het gemiddelde. Is natuurlijk nog niet in beton gegoten dat ook daadwerkelijk hier een hoge drukgebied tot ontwikkeling gaat komen. Maar geeft wel aan dat er in dat deel van Europa toch wel overwegend stabiel weer de boventoon gaat voeren. Als we dan wat meer naar Nederland gaan kijken, onze omgeving Noordwest-Europa, dan valt op dat we met een zogeheten NAO-plus weerregime te maken hebben. En die afkorting staat voor de Noord-Atlantische Oscillatie. En het plusje komt dan omdat de luchtdruk op de Azoren wat hoger is dan gemiddeld, terwijl de luchtdruk op IJsland juist wat lager is dan gemiddeld. En als je die twee getallen van elkaar aftrekt, dan kom je op een positief getal uit. En daar komt het plusje vandaan. Nou, die combinatie van wat lagere luchtdruk ten noordwesten van ons en wat hogere luchtdruk ten zuidoosten van ons zorgt ervoor dat een beetje tussen die twee vuren in een hele sterke zuidwestelijke stroming op gang komt. Als we dan de temperatuurkaart erbij pakken, dan laat die zuidwestelijke stroming zich ook heel duidelijk gelden. Want vanuit het Middellandse zeegebied, ook deels nog vanaf de Atlantische Oceaan en Afrika, wordt hele zachte lucht onze kant opgevoerd. Strekt zich uit over een groot deel van het Europees continent. Op veel plaatsen maar liefst een afwijking van 3 tot 6 graden boven het gemiddelde. En daarmee is het echt behoorlijk zacht voor begin januari. In Nederland bevinden wij ons net een beetje op het grensvlak daarvan, maar dit soort afwijkingen zullen wij in de eerste week van januari ook wel tegen kunnen komen. Nou, gemiddeld genomen in januari hebben we het in Nederland over 5 tot 7 graden, maar met dit soort afwijkingen komen die dubbele waarden op de thermometer dan ook wel weer in zicht. Kou-uitbraken vanuit Noord-Europa lijken niet echt veel kans te maken. We zien hier in de noordelijke delen van de weerkaart wel wat blauwe kleuren verschijnen, maar dat zet niet echt ver door naar het zuiden. Nou, die luchtdrukverdeling, daar gaat in de loop van januari wel een klein beetje verandering in komen. We kijken hier naar de tweede week van januari, 9 tot 16. En dan lijkt dat NAO-plus-patroon een beetje te verdwijnen. En lijkt zich toch een beetje een rug van hoge druk boven de Atlantische Oceaan op te bouwen. En dat strekt zich ook behoorlijk uit in oostelijke richting. De afwijking is niet zo groot als we eerder in de kaart zagen, maar geeft toch wel aan dat boven een groot deel van Europa wel geregeld hoge drukgebieden tot ontwikkeling komen. En echt een hele sterke voorkeur voor lage drukgebieden. Dat zien we zo in de loop van januari een beetje uit de weerkaarten verdwijnen. En ook in de derde en vierde week van deze 30-daagse komt dat niet of nauwelijks meer aan de orde. Nou, wat is dan de impact op de temperatuur? Hoge drukgebieden, stabiel weer. Dat zorgt over het algemeen ook niet echt voor bittere kou. Ligt er natuurlijk wel aan waar dat hoge drukgebied terechtkomt. Als hij juist boven Scandinavië ligt met een oostelijke stroming, dan kunnen we juist wel in die diepvrieskou terechtkomen. Maar als we dan zo wat meer naar het einde van januari kijken, 23 tot 30 januari, dan is er van zo'n significante temperatuurafwijking naar boven of naar beneden ook niet echt sprake. En wat ik in deze kaart vooral opvallend vond, is dat de wat meer rode kleuren echt voor de kustgebieden zijn weggelegd. Dus vooral de invloed van dat hele relatief warme zeewater heeft ook zijn weerslag op de temperatuur. En boven land is die afwijking dan ineens een stuk minder. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet normaal is. Er kunnen een paar koude dagen tussen zitten, afgewisseld met wat zachtere perioden. Maar in dit geval dus geen duidelijke afwijking zichtbaar. Dan als laatste nog even naar het neerslagpatroon. Ga ik eventjes weer terug in de tijd naar die eerste week van januari. En dan zien we ook in de gebieden waar die lage drukgebieden passeren, hier langs de
Britse eilanden richting Noorwegen. Daar is het wat natter dan gemiddeld. Vooral ook de Noorse fjorden krijgen flink wat regenwater te verduren. En in de gebieden vooral boven Centraal-Europa, waar de hoge drukinvloeden de boventoon voeren, daar is het juist behoorlijk droog. Zelfs 10 tot 30 mm onder het gemiddelde. En in Nederland moeten we in januari rekening houden met zo'n 70 mm neerslag gemiddeld genomen over de hele maand. Nou, dan nog even samenvattend. 2023 gaat dus zacht van start na ook die hele zachte jaarwisseling. Daarna komt daar niet al te veel verandering in. Vooral later in januari komt ook het effect van het zeewater naar voren in de weerkaarten. Boven het Europees continent vaak hoge drukgebieden. Niet echt een hele duidelijke voorkeurspositie, maar de tendens zit er wel een beetje in. En we hebben ook met een gemiddeld neerslagpatroon te maken. Het kan wat droger, het kan wat natter zijn, maar het Europees weermodel neigt niet echt naar een van die twee. Maar het belooft dus vooral behoorlijk zacht te worden.